Zoals u weet moet u levenslang medicatie innemen om zo lang mogelijk te kunnen genieten van uw orgaan. Medicatie innemen moet een routine worden. Het moet zo normaal worden als het poetsen van je tanden. Dit valt in het begin vaak niet mee, maar weet dat er veel mogelijk is om je hierbij te helpen. Belangrijk is dat je de medicatie altijd op dezelfde manier inneemt, op dezelfde tijd, met wel of geen eten. Probeer uit te vinden wat voor jou werkt, zodat het een gewoonte wordt en het minder moeite kost. Door medicijnen altijd op vaste momenten in te nemen, is de kans kleiner dat je ze vergeet. Wij begrijpen dat medicatie nemen niet altijd makkelijk is. Hier wat tips. Zet een alarm. Dit kan op een smartphone met behulp van een app. Maar ook gewoon met de wekkerfunctie die iedereen heeft. Onze ervaring is dat getransplanteerden het ook prettig kunnen vinden om twee alarmen in te stellen. Omdat je soms het eerste alarm uitzet als je de medicatie in wil nemen. Maar dan gebeurt er iets onverwachts en vergeet je het weer. Het tweede alarm is dus het controlealarm of je het daadwerkelijk hebt ingenomen. Kijk naar een manier wat voor jou werkt. Gebruik een pillendoos of bijvoorbeeld een schroevendoos van de bouwmarkt. Het voordeel van een pillendoos is dat je echt ziet of de medicatie is ingenomen. Laat anderen je helpen herinneren om je medicatie in te nemen, als je dat tenminste prettig vindt. Leg op een aantal plekken reservemedicijnen neer. Bijvoorbeeld op werk of in de auto voor als je het een keer vergeten bent mee te nemen. Bespreek met je zorgverlener om je medicatietijden aan te passen zodat het beter bij jouw levensstijl past. Slaap je altijd uit? Stel dan bijvoorbeeld voor om de medicatie om 12 uur en 12 uur 's nachts in te nemen. Vraag tips aan een lotgenoot. Wat werkt voor hen? Hoe gaan zij hiermee om? Vind je het lastig om medicatie in te nemen of vergeet je het wel eens? Bespreek het met je zorgverlener in het ziekenhuis. Om je goed te kunnen helpen is het belangrijk dat je eerlijk bent hierover. We hebben het voornamelijk over de medicatie gehad. Maar therapietrouw is meer dan alleen de medicatie. Ook zelfcontrole is belangrijk. Denk hierbij aan temperatuur meten, wegen. Maar ook van belang is dat je de afspraken die je gemaakt hebt met je zorgverlener nakomt. Dat je aan de bel trekt wat de problemen zijn. En dat je je regelmatig laat controleren in het ziekenhuis. Er wordt veel van u gevraagd. Het is niet raar als het niet altijd lukt, maar bespreek dit met uw zorgverlener.